Yes, zijn we op het nemen. Zo te zien wel. Ik kan niet goed zien of er al kijkers zijn, maar dat is niet zo erg eigenlijk. Zo. Ja, goede mensen, ik had beloofd een livestream te doen vanuit Opstel. Daar zit ik nu, op het plein. En of dat plein een naam heeft, weet ik niet. Ik geloof dat ze het hier in de, noem je dat, de mensen die hier wonen noemen het de Missieplein. En ik kan u vertellen dat sinds dat ik hier ben, november 2019, dat ik nog elke dag geniet van deze geweldige omgeving. Alleen als je kijkt waar ik nu zit, ik zal even rond proberen te draaien. Dit is het Missie Museum. Daar zit ik zelf ook in dat gebouw, daar gaan we straks heen. Dan heb je daar de vetbak met daarachterliggend de Jochenhof. Daar is het hofje. Daar woont onder andere mijn collega kunstenaar Jacques Smetsers. Dan heb je hier de weg naar het veer met het veerhoes. Veerhoes heeft een dependance op Jochemhof. Daarachter ligt de missiepaters van Arnold Jansen. En hier zitten we dan ja, eigenlijk voor de zijkant van het missiehuis. En dan heb je nog maar een heel klein beetje gezien. Als je weet wat hier nog meer is, daar sta je van te kijken. We hebben hier het wereldpaviljoen. Dan hebben we er een fantastisch kerkhof met een kruisweg. Er zijn enorme wandelroutes en meer van dat soort dingen. Dus gezegd, het wereldpaviljoen. Dan heb je ook nog de roze en de blauwe zusters. Ik kan één ding zeggen, je kunt hier niet op één dag alles zien. Het ketelhuis heb je hier nog. Je hebt een prachtig restaurant van aubergine van meneer Pollux. Dan hebben we het Schuttersmuseum nog in de buurt zitten. Dus als je hier naartoe komt, dan zou ik altijd daar minstens drie, vier dagen voor uittrekken. Ik zit sinds november hier. Ik ben vandaag alleen, ook onder andere onder corona. Mijn twee partners in het kunstverhaal, even kijken dat ik er even wat wegtik. Dat zijn Michel van Asperen en Jacques Speem. Als je vragen hebt, kun je die hieronder zetten. Misschien dat een van die twee beantwoordt. Ik weet niet wie online is. Zo niet ga ik dat na afloop doen of op het einde. Want ik kan nou dus niet zien wat u vraagt. Wat gaan we doen? Ik ga dadelijk een stukje met u rondlopen van hieruit naar de entree van mijn atelier, van ons atelier. Dan gaan we daar even kijken. Ik geef een korte uitleg over de kruisweg zover als we nu zijn en hoe we daarmee verder gaan. En zoals gezegd, hebben jullie vragen, schrijf ze hieronder. En op het moment dat ik kan lezen wat jullie vragen, of dat een van mijn partners het kan lezen, zal die antwoorden. En anders geef ik een antwoord na afloop. Ja, ik kon hier nog wel uren zitten. Ik zit hier ook heel veel. Ik moet zeggen dat vandaag redelijk druk is. Gek ook dat ik veel auto's weer zie met Duitse kentekens. Nou, ik heb hier donderdag gezeten, toen zat ik dus gewoon een uur helemaal alleen. Ik roep ook niet op om nu naar stijl te komen, maar schoon de lente een beetje voorbij is. Echt, dit is de meest ontdekte parel van Venlo en omgeving. We gaan nu een stukje lopen, dus dan zie je mij niet. Dat is misschien ook een voordeel. Ik zal onder het lopen proberen te vertellen wat we zien. En nogmaals, veel informatie die ik heb gekregen, heb ik van internet. Waarbij ik moet zeggen dat Wikipedia wel de slechtste informatievoorziener is die er is. Omdat die... Ik hou even mijn mond. Dat is ook net of die dan twee keer zoveel geluid maken. Wikipedia, daar heb ik zelfs een paar verbeteringen op gezet. Omdat daar dingen in staan die niet meer kloppen. En die worden consequent door iemand weggehaald. Dus
wil je echt informatie hebben, en daar heb ik ook heel veel gehad, is bijvoorbeeld een Jack Smetsers die hier woont, die weet heel veel. Want wat heel veel mensen niet weten, voor 18 zoveel, toen Arnold Jansen hier naartoe kwam, heeft hier onder andere familie de Rijken gewoond en was Tiel eigenlijk een dorp waar, om het een beetje bot te zeggen, alle rijke Tegelse pannenbakkers en pottenbakkers naartoe gingen. Dus er staan hier fantastische Jugendstil-achtige villa's en dergelijke. Ook die zijn echt de moeite waard om eens te gaan kijken. Ja, ik neem u nou mee naar het atelier. Nou, hier zien we nog even een van de beelden. Dat is dus niet Arnold Jansen, maar Arnold Jansen zien we wel hieronder in de plaquette. Ik moet een beetje gokken, want ik weet niet precies wat u ziet. Wat er staat, ja, zie je, daar staat ook Arnold Jansen bij. Dat is degene die hier 3 van de 5 congregaties opgericht heeft. Dus die, ik noem de namen zoals ze hier noemen, dat zijn niet de officiële namen. Dus het missiehuis waar we nu naartoe lopen, daar zitten de paters die op, naar de missie gingen en terugkwamen. Wat wel leuk is, even tussendoor. Wilde u hier langer blijven, dan zijn er 2 mogelijkheden, of 3 eigenlijk, om te overnachten. Dat wil zeggen, hier in dit gebouw kun je, ik dacht omgerekend voor 50 euro per dag, kan iets minder zijn zelfs, een kamer huren met ontbijt, middagmaal en avondmaal, inclusief aanpassingen naar voor vegetarische mensen. Datzelfde geldt ook bij de Blauwe Zusters, die zitten die kant op helemaal. Daar zitten ook de Roze Zusters, dat zijn de eeuwig biddende zusters. Ook daar kun je geen kamers, maar hier kun je kamers huren. En dat gaat zo goed dat je zelfs niet op internet kunt vinden dat je die kunt huren. Nou, dit is de entree naar mijn, onder andere mijn atelier. Heel leuk zijn hier de grotten. We hebben vanaf morgen een eierzoekwedstrijd op Steyl op Facebook. En de hoofdprijs is een excursie voor 2 personen, inclusief het bezoeken. Hier een iets minder bericht. Daar ben ik echt van geschrokken dat hier dus echt mensen zijn nog die het nodig vinden om, om vernielingen toe te passen. Sinds een week staan ook de banken terug hier in het fantastische park. In dit park liggen ook de grotten. Wat we verder hebben is, ga ik even een beetje draaien, die kant op. Daarachter zien jullie onder andere het pottenbakmuseum van Leon. Ah nee, van Leon de Niek is de kunstenaar die je ziet, maar Nick Hoogland bakt daar potten. Daartussen die 2 gebouwen door kom je bij Ketelhuis en de begraafplaats. De begraafplaats is zeer interessant om te zien. En wat we daar zien is een gedeelte van de oude drukkerij. Maar daar zit tegenwoordig het wereldpaviljoen in. Wij gaan verder, want wij moeten deze kant op om te kijken. Dag Charlotte Frankfurt, dag Marcel Jeuke. Om te kijken waar we zitten. Hier ligt ook nog een beetje vervallen pand. Ik zal een stukje teruglopen om het goed te laten zien. Daar zitten nu de tuinonderhoudsdingen in. En ik heb gehoord dat ze al een hele tijd bezig zijn om hier bijvoorbeeld een brouwerij of zoiets in te beginnen. Maar nogmaals, het landen hier is wat moeilijker. Ik ben daar zelf volgens mij 10 maanden mee bezig geweest. Ik loop nu langzaam en je ziet prachtige natuur hier, waar ik dan dagelijks door mag lopen. Heel veel plezier van heb ook. Aan deze kant kom je, als je lang genoeg doorloopt, in het Outgregor. Dat zie je daarachter denk ik nog liggen. Een gebouw wat helemaal afgesloten is, wat gebruikt werd om mensen die de laatste maanden van hun leven doorbrachten in onder te brengen. Maar dat staat nu dus helemaal leeg. Hier zie je weer zo'n pittoresk
tuin gebeuren van de woningen naar boven. En ik ben met de Stichting Kloosterdorp Stijl bezig om te kijken als hier wat leeg komt dat ik hier kan gaan wonen. Want ik ben echt in de loop van de tijd een beetje verliefd geworden op stijl, zal ik maar zeggen. Dus kijken wat een prachtige, ongerepte, een beetje aangelegde natuur. Nou, wat jullie hier zien, daar zijn woningen. Dit is het Missiemuseum nog. Daarboven zullen ook wel woningen zijn. En dan komen we hier bij mijn gebeuren. Dit is ook Gregor, St. Gregor. Het heeft in 2008 heeft het hier gebrand. En toen is het behoorlijk tekeer gegaan. Dus je ziet nu dat heel veel eigenlijk niet meer opgeknapt is als wat kon. Het is wel heel mooi. Als je hier boven komt, is ook nog de sterfkamer. En zij is in 1903 gestorven van Josefa. Een prachtig beeld wat ik ooit een keer van Yvonne Kup gekregen heb. Wat ze samen met Cher Jacobs gemaakt heeft. Die zie je hier trouwens ook vaker. Nou, dan komen we al dichter bij mijn gebeuren. Hier zie je alweer een van de studies. Ik denk dat we een stuk of 20, 30 hebben gemaakt. Voordat we met de kruisweg begonnen. Ik hoop dat jullie nog contact hebben, want hier is de 4G wat minder. Dit is onze refter. Dat wil zeggen, hier drinken we meestal koffie. Of ontvangen we onze gasten. Een van de redenen is, daar kwamen we later eigenlijk pas achter, dat de akoestiek hier wat beter is. En hier zitten allerlei dingen in waar ik nog niet precies van snap hoe en wat. Maar hier zit ergens een ruitje, daar kijken we straks doorheen. Hier wordt de koffie gezet. En ik moet ook zeggen, het voordeel is nu, we hadden vorige week tv-opnames over het feit dat Jezus eigenlijk helemaal niet gestorven is aan het kruis. Dat je hier dus met 5-6 man kunt zitten praten. Iedereen gaat aan zijn eigen tafel zitten. En je hebt automatisch die 1,50 meter, 2 meter afstand. Nou, we komen steeds dichterbij. Om degene die zich nog willen oriënteren een blik te geven. Daar, alleen branden ligt nu niet, daar zit het Missiemuseum. Achter die chok chok, die deur, daar kom je al in het Missiemuseum. En hier zie je dat gat wat ik net liet zien. Even kijken waar de camera zit, dat weet ik dus niet. En daar kijk je weer in onze refter. Nou, dan komen we bij de spullen die teruggekomen zijn van de puddingfabriek. Die staan aan de buitenkant van ons atelier. Met nog wat kunstwerken en wat designstoelen uit mijn vorige leven. En dan komen we in de plaats waar het heilige der heiligen waard gebeurt. Dit is ons atelier. Hier werken we, ik zeg we, dat is Jacques P. Michel van Aspre en ik aan de Kruisweg. Wij hebben 15 in plaats van 14 staties. En dat doen we op dit moment dus. Ik werk hier en die andere twee werken in hun eigen ateliers of thuis. Hier zie je bijvoorbeeld ons draaiboek. Ja, dat is de leidraad van het ding. Hier, dit is wel mooi. De manier waarop wij communiceren. Wauw. Ja. En natuurlijk de manier. Ik zal het even zo doen. Dan kan ik zien wat jullie zien. Waarop Jacques, die de anatomische inbreng doet, communiceert. Hier zie je het ontwerp van statie 12, Jezus aan het kruis. En eigenlijk het enige wat wij gezegd hebben is, Jezus lijkt hier een beetje op een scorende voetballer. Dus het zou iets minder vrolijk mogen zijn. Nou moet ik zelf kijken. Jezus wordt ontdaan van zijn
van zijn kleding. Dit is, even kijken, als die op de dwarsbalk gespijkerd wordt. En dat is een van de verhalen die mij duidelijk is geworden in mijn studie de laatste 5 jaar. Iedereen heeft het altijd over een kruis. Maar Jezus had geen kruis. Jezus, de balken waar de kruisweg op gebaseerd is, die stonden op Golgotha. En Jezus droeg alleen de dwarsbalk. Als je dat nu omrekent, is die al 40, 50 kilo zwaar. En als je dan kijkt, iemand die dus al redelijk gemarteld is, is dat al een heel zwaar bedrag. Een heel zwaar iets. Dus hij liep alleen met de dwarsbalk. Ik zal daar ook in 3D laten zien. Zoals gezegd, het ontdoen van zijn kleren. Dit is een keer als die valt. Dat doet hij 3 keer. En het gekke is ook dat het vallen is niet geautoriseerd. Dat wil zeggen, dat staat nergens in een testament of in een Bijbel. Alleen Lucas schrijft volgens mij dat hij opstaat en dat zijn gezicht onherkenbaar is. Dan moet hij dus gevallen zijn. Het kan zijn dat dat vallen als een soort dramatisch iets erbij gezet is. En hier ontmoet Jezus de wenende vrouwen. Hoe gaat dat nu verder? Even kijken, moet ik hem zo draaien. Daar zie je dus hoe de ontwerpen opgezet worden op de doeken. Ik zal een beetje proberen uit te leggen. Hier is nummer 3. Hier loopt Jezus met de balk. Wat je nog niet ziet is zijn gezicht. Want binnen de verdeling die wij hebben doet Jacques de gezichten. En zoals we er nu voor staan gaat Michel en ik doen de gezichten van de, niet de bezoekers, maar de anderen die erop staan, die we eigenlijk volledig onherkenbaar willen maken. Dus hier zie je hem lopen met de balk, zijn jurk en de omgeving is nog helemaal wit. Waarom? Wij werken met acryl. Acryl is een redelijk transparante verf en we willen op die manier iets gedekkender maken. Als we hier de kleur op gaan zetten, zijn die iets harder. Die gele balken die je ziet, die zijn ook eerst wit gespoten of geschilderd en toen geel gemaakt. Nou, ik had het er net over, op statie 3, 7 en 9 valt die. Dit is de eerste keer dat die valt. Voor degenen die morgen mee gaan doen aan het paaseispel, zoek het paaseispel, let op, dit is de eerste keer dat die valt. Het zou een vraag kunnen zijn. Wat hebben we nog meer? Dan hebben we volgens mij hier nog Jezus met Pilatus. Met zijn veroordeling. En jullie een beeld te geven. Hier staat Jezus als hij terugkomt van de geestelingen. Hier zit Pilatus. En dan zou je dus kunnen zeggen, wacht even, wat gebeurt hier? Maar dat is het schilderen. Hier moet nog een zuil komen. De veroordeling was namelijk niet buiten, maar Pilatus zat in ieder geval ergens waar ook zuilen stonden. Dus die komt hier te staan, dat is op deze lijn, die komt er pas later in. Dus nu zijn we gewoon aan het schilderen binnen het idee dat straks daar een pilaar staat. Ik zie wat staat, een beetje met de harde gepakt. Hier zie ik namelijk het schilderij staan, wat een beetje dient als basis Jezus. Het enige wat we hier nog aan willen veranderen is dat hij krijgt niet zo'n hipsterbaardje, maar hij krijgt meer een stoppelbaard. Nou, dit schilderij, zien jullie het? Ja, volgens mij wel. Ja, dit schilderij gebruiken we om alles uit te testen. Dus de gele balk, de kleding, de dingen. Dat is een kleinere afmeting, maar ook het tamponeren boven wordt hier uitgetest. Dat is eigenlijk een van de studieschilderijen. Als we een bepaald idee hebben en we weten niet 100% zeker of we dat kunnen gebruiken op het origineel, dan wordt hier eerst even een test gemaakt om te kijken wat eruit komt. Nou, even kijken wat we hier hebben.
Nou, dat ding een beetje neerzetten. Yes. Dat zijn de twee. Oh, wacht, we moeten hier naar onder toe. Ja. De volgende staties is hier als Jezus zijn moeder ontmoet. Hij loopt met de dwarsbalk en zijn moeder staat daar. Je ziet ook dat we in het wit schilderen, wat eigenlijk straks helemaal niet meer zichtbaar is, al nuance verschillen hebben waar huid is en waar wit is. Hij ontmoet hier zijn moeder en zijn moeder strekt zijn handen naar hem uit. En hier, dat zien jullie ook nog, ja, komt hij bij Veronica. Die mevrouw heeft waarschijnlijk nooit Veronica geheten, maar die noemen ze Veronica omdat dat afdruk betekent. Veronica maakt een dept zijn gezicht, bloed en het zweet. En daardoor krijg je een afdruk op het doek, wat nog altijd bewaard is, waar ze niet van weten of het echt is. Maar het schijnt de echte te zijn. Ik moet daarbij zeggen dat Jezus daar ook bij die doek, dat er weinig echt overgebleven is uit die tijd. Dus ze kunnen ook niet via DNA proberen terug te zoeken wat wel en wat niet klopt. Wel leuk is dat ik via vader Mathieu Wagenmaker ontdekt heb dat er een replica van het INRI-bord in hoe heet dat daar? Frankrijk ergens is, dus daar hebben we nu de maat en dergelijke van. Dit is de statie waar Simon van Cyrene Jezus helpt met het dragen van de dwarsbalk. En dat is eigenlijk al een heel vreemd verhaal, moet ik zeggen. Waarom? Kijk nog even naar buiten. Omdat Jezus, omdat Cyrene dan bij het verhaal meeloopt, maar eigenlijk, heel achterlig, ik ga even zo zitten, denk ik, ja. Maar eigenlijk, hartjes wat leuker doen, is het gek dat hij, nadat hij met die balk gelopen heeft, verdwenen is uit de rest van de staties. Want Jezus valt nog twee keer en dan is er geen sirene. Daar is geen verklaring voor. Er zijn kunstenaars die zetten hem wel weer terug op Golgotha. Als die aan het kruis hangt, dan zie je opeens sirene weer staan. Maar dat is eigenlijk een kunstenaarsvrijheid. En die zie je heel veel in de loop van de jaren. Maar dat is eigenlijk pas na 500 jaar na zijn sterven dat ze kruiswegen zijn gaan maken. Waarom? Omdat Jeruzalem bezet was en er mochten geen bedevaarten meer georganiseerd worden. Toen is er een paus gekomen die heeft gezegd, we gaan zelf kruiswegen maken. Die doen we onder andere in kerken. Dat is een wildgroei geworden van kunstenaars. Er waren mensen die aan een kruisweg met 4 staties en er waren die hadden er 50. In 1740 is er een paus geweest met een onuitsprekelijke naam. Die heeft ervoor gezorgd dat de kruisweg omschreven werd en gelimiteerd op 14 stuks. Daar kun je aan houden. Er zijn hele specifieke omschrijvingen waar welke vrouw staat die hem staat te huilen, wie een kind op de arm heeft en wie niet. Dus dat is een heel, heel specifiek iets. Daar ga ik verder niet te diep op in. Wij hebben dat wel gerespecteerd. Maar zoals je ziet, we hebben na 4 maanden studie de achtergronden weggelaten. We dachten eerst, we gaan die achtergronden mee schilderen. Die kun je op Google ook heel makkelijk vinden. Er staat zelfs de weg die gelopen is. Maar omdat het steeds minder echt bleek, hebben we gezegd, nee, dat doen we niet. Dus daar dat houden we mee op. Omdat dat, ja, onbegonnen werk was en dit ook veel rustiger is, want je kunt nu namelijk de nadruk leggen op het tafereel waar het werkelijk om gaat. Ik zie dat jullie allerlei berichten sturen, die ga ik zo lezen, dan probeer ik ze nog te beantwoorden. Even nog iets waar ik net over had, ik draai hem eventjes om. Ik hoop dat jullie me dan nog kunnen verstaan. Ja. Het verhaal van Golgotha. En wat is namelijk, wat heb ik ontdekt? Er zijn veel complottheorieën, dat is er altijd. Ik zie vandaag een boom
op mijn timelines over het feit dat dat het coronavirus door een Amerikaanse professor in Wuhan ontwikkeld is, enzovoort, enzovoort. Ik denk niet dat er iets globaal kan gebeuren waar niet direct weer iemand een of andere theorie over lanceert. Ik heb kennissen die alle dit soort theorieën verzamelen. Ik zet even die op herhalen, dan kan ik zien wat jullie vragen. Nou, wat is er gebeurd? Tijdens een van mijn studies heb ik ontdekt dat eigenlijk het enige vreemde van de kruisweg is de verrijzenis. Dus de rest kan allemaal. Kruisigen is geen uitvinding van de Romeinen geweest. Dat deden de Perziërs al. Ik heb in de Vaals zo'n pak, weliswaar in het Duits geschreven, tekst gelezen over de geschiedenis van de kruisweg. Ook daar wordt bevestigd dat alleen de zware misdadigers met een balk liepen, die anderen niet. De twee mensen die naast Jezus hingen, hadden ook geen balk. Hè, die liepen zo. Even kijken waar we bleven. Ja, de dood van Jezus en de verrijzenis is een heel moeilijk verhaal. Waarom? Omdat dat eigenlijk het enige wonder is. En natuurlijk krijg je altijd na verloop van jaren aparte theorieën op verhalen enzovoort enzovoort. Maar nu, in dit geval, kun je je afvragen of het klopt. En de theorie die ik eigenlijk aanhang is het feit dat Jozef van Arimathea, die van Pilatus toestemming kreeg om Jezus van het kruis af te halen, omdat voor zonsondergang moest dat volgens Joods gebruik. Dat was heel ongebruikelijk, omdat gekruistigden meestal bleven hangen tot ze er vanzelf vanaf vielen. Het klinkt allemaal wat luguber. Maar Jozef kreeg van Pilatus toestemming. En of die met toestemming van Pilatus ook het volgende gedaan heeft, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn mensen die zeggen, ja, hij heeft dat zelfs met Pilatus doorgenomen. Jezus krijgt op een gegeven moment, en dat staat ook in het testament, een spons met zure wijn in zijn mond gedrukt. Nou, zure wijn, dat moet je zien, dat is wat wij tegenwoordig azijn noemen. En volgens de overlevering heeft Jozef van Arimathea die zure wijn gedrenkt, behoorlijk gedrenkt, in de mirre. En mirre is een verdovend middel, waardoor dat Jezus in de coma geraakt is. Dus toen ze hem van het kruis afhaalden, was hij gewoon in coma en niet dood. Hij leefde nog. De twee misdienaars hebben ze de benen gebroken, zodat ze zouden omlaag zakken aan het kruis en stikten. Maar omdat Jezus tussen aanhalingstekens dood was, hoefde dat niet. Er werd wel een lans in zijn hart gestoken. Echter, die kwam in zijn longen terecht. Zijn longen waren inmiddels volgelopen met bloed en lichaamsvocht. Die steek is, hoe gek het ook klinkt, zijn overleving gebleken. Die long is leeggelopen, dus die vocht en het bloed is daar uitgelopen, waardoor dat Jezus kon overleven, dat die long weer zuurstof opgenomen heeft. En dat is eigenlijk de reden dat die gewoon in coma geraakt is, van het kruis afgehaald is, gebalsemd met hele dure kruiden van Jozef zelf. Die kruiden hebben ervoor gezorgd dat zijn wonden heelden, in doeken gewikkeld en in Jozef zijn eigen graf gelegd. Dat graf had hij voor zichzelf laten maken, maar daar is hij ingelegd. En drie dagen daarna is hij gewoon wakker geworden, opgestaan en weggegaan. Waar hij toen terecht is gekomen, daar zijn ook weer 50 verschillende theorieën over die ik niet bestudeerd heb, omdat die buiten mijn kruisweg, ons kruiswegverhaal vallen. Ik ga daar wel nog eens achteraan als ik wat tijd heb, maar dat is eigenlijk het verhaal waaruit blijkt dat Jozef dus geen, of Jezus niet gestorven is, maar in coma geraakt. En ja, zoals gezegd, wij werken met drie man nu aan de kruisweg. De crisis heeft ons teruggegooid, maar
ja, ik zit op het ogenblik in een levensfase dat me dat eigenlijk weinig interesseert, dan maar een paar weken langer. Volgens planning zouden we rond december klaar moeten zijn. Ik weet niet of we dat lukken, dat heeft ook te maken met de kwaliteit en de intentie waar Jacques straks mee gaat schilderen, Jacques P. Michel van Asper en ik liggen redelijk weer op schema. We hebben een tijd achtergelegen, maar we zijn nu weer redelijk op schema. En dan hoop ik tegen die tijd klaar te zijn. Er zijn nog een aantal vragen die ik ook voor heb voordat ik aan jullie vragen begin. En dat is namelijk, wat we aan het zoeken zijn, is een mooie theatrale plaats om de eerste expositie van onze kruisweg te doen. Dus dat houdt in, dat kun je hier ook zien, de doeken zijn 1,50 meter bij 1,50 meter. Dus we hebben strekkende meter minimaal 25 tot 30 meter nodig. Dat zou ook aan twee kanten kunnen. Hier in de kapel gaat het niet, want daar kunnen we ze niet allemaal tegelijk ophangen. Dat vonden we in het begin lastig, maar nu blijkt gewoon dat het alleen maar de kwaliteit ten goede komt. Maar tips van mensen die weten waar een mooie of een ruige plaats is om dit te gaan exposeren, kan over heel Europa, maakt ons niks uit. Of we nou met die dingen naar Berlijn rijden of naar Amsterdam, het enige verschil is dat je wat langer moet rijden. Maar het kan ook gewoon naar Roermond als het moet of in Maastricht. Dus iedereen die tips heeft, graag. We willen er ook een aantal exposities mee doen. Wat we ook nog graag hebben zijn tips betreffende het feit dat we het hele project zelf financieren. Dat houdt in dat we alle onderdelen, de huur, alles wat we hier gebruiken zelf betalen. We hebben een paar subsidies aangevraagd. Bernhard Fonds, geloof ik, Stichting Heuts en nog eentje, Hendricks, dacht ik. Maar die zijn allemaal afgewezen, zover ik weet. Dus mensen die tips hebben waar we een bijdrage kunnen krijgen, heel graag. Als tegenprestaties mogen die natuurlijk 1 of meer maanden een expositie met deze schilderijen doen. We hopen met z'n drieën met die schilderijen bijdrage te leveren aan de bewustwording, niet zozeer aan het katholicisme, aan de bewustwording. Ik ga heel even kijken wat jullie onder onze dingen geschreven hebben. Marjan Melkert, als december niet halen, dan is denk dan aan Goede Vrijdag. Dat hadden wij ook al. We hadden nu al proberen afspraken te maken met de Passion en de Passiespelen. Dat die een tussenfase zouden krijgen, maar het is natuurlijk heel mooi om dat door te sturen. Hayans, een hele goede dik, je moet je bukken, dan zien we je ook. Dus nog dieper haai. Wat hebben we nog meer? Marjan, kan je iets vertellen over het kleurenschema? Ja, dat kan. Het kleurenschema is helemaal gebaseerd op de kleuren van Feng Shui in combinatie met de begrippen die aan de kleuren hangen. Je ziet de bovenkant redelijk blauw, die hebben een associatie met lucht. Je ziet de onderkant redelijk beige-oranje, dat is de associatie met de woestijn. Het opzetten is ook gebeurd dat eerst alle doeken magenta gespoten zijn. Dat is iets wat ik wel vaker doe, waardoor je een bepaalde sfeer krijgt. Dus het kleurenschema is eigenlijk helemaal gebaseerd op de Feng Shui, de theorie waardoor je gelukkig kunt worden, die ik praktiseer. Die ook nu in deze tijd natuurlijk heel erg actueel is. En ja, dat is het. De gele kleur van de dwarsbalk en het kruis, moet ik zeggen, die is voortgekomen uit het feit dat we een aantal studies gemaakt hebben met een gewoon kruis. En daar bleek continu uit dat bruine hout zo dominant was dat we, Michel en ik, toen nog beslissen hebben, we gaan voor een geel kruis, waardoor het er extra wordt. Ik zal je dadelijk nog een ander projectje laten zien, maar ook een geel kruis, of T-kruis eigenlijk eerder is, waar je het kunt zien wat dat betekent. Even kijken of ik nog meer heb. Nee, dat is het zo te zien. Christina Passeroy kijkt ook. Hi there. Even kijken of ik nog meer heb. Nee, dat was het. Mochten jullie nog andere vragen hebben, laat het gewoon weten. Dan proberen we die. Oh, Ruud Broekhoven zit nog ergens, maar die kan ik nergens zien. Oh, gek. Opmerkingen? Nee, dat is heel vreemd. Maar Ruud, jou zie ik zo vaak, ik kan je zo wel even spreken. Zoals beloofd, ik laat jullie nog even
mijn laatste projectie. Dat is een project wat ik tussendoor doe, omdat ik het nooit kan laten om van alles te doen. Even kijken of we er al zijn. Ho, je telefoon draaien staat hier. Oh, dan moet ik het proberen op te tillen dus. Nou, dat is dit. Je ziet, Jezus hangt aan een T-balk. En wat hebben we gedaan? We hebben hem op de balk getaped in plaats van met nagels. En de volgende is dat hij hier nog een keer opgemonteerd wordt. En dan wordt het een serie, denk ik, van een stuk of 10, 15 van dit soort verschillende oplossingen. Ik ga nog even dingen omhoog zetten dat jullie mij zien. Ja, nou, dat was het zover. Als jullie het leuk vonden, ga ik misschien vaker nog dit soort livestreams doen. Ik zal hem dadelijk nog een keer herplaatsen, zodat jullie hem na kunnen kijken voor degene die hem niet gezien heeft. En ik hoop dat jullie allemaal goed opletten, dat jullie in gezondheid blijven, dat je niet te veel met andere mensen loopt. Ik zat net buiten waar we beginnen met de film en dan zie ik nog altijd mensen met 5, 6 gewoon tegen elkaar aanlopen bijna als ze van het veer afkomen. Mensen, blijf gezond. Let op jezelf en let op iedereen. Blijf gezond en hopelijk zie ik jullie snel weer terug en is alles weer een beetje normaal.